Mensen vragen mij soms, Lucas, als er zo'n CEO van een groot koekenbedrijf naar u zou komen en zou zeggen van, hij mocht voor ons werken en hij mocht een koek uitvinden. Hij mocht volledig kiezen hoe dat die eruit ziet, hoe dat die heet, alle ingrediënten mocht volledig kiezen. Wat zou je dan willen? Ik heb er lang over nagedacht en ik denk toch 2000 netto en een bedrijfswagen. Ik ben Lucas Lely en u kijkt naar Standaard Koekhandel. Ik sta hier met de enige echte Alex Agnew in de koekenreo. Mag ik u enorm bedanken om aanwezig te zijn in mijn favoriete reo. We hebben op je podcast denk ik al zo'n 2 uur over koeken gepraat. Mm-hmm. Daar kan nog wel een paar minuten bij. Dat kan zeker. Denk ik. We zijn allebei stand-ups. Maar klopt. Ik neem aan dat je dus ook geconfronteerd wordt met de vele koeken die aanwezig zijn in cultuurcentra. Dat ligt er altijd. Mm-hmm. Kun je daarvan blijven of duikt jij daarin? Valt mee. Ik probeer altijd voor de show er zo hard als mogelijk vanaf te blijven. Okay, Want ik krijg zo'n foodcoma als ik gegeten heb. Dus ik eet ook nooit voor de show. Je hebt zo mensen die een hele maaltijd nog binnen spelen en dan gaan spelen. Bij mij gaat dat dan is mijn energie. Oké, het is niet dat je hyper wordt, dus, je zet dan zo wat loom. Dus iets met suiker kan helpen soms. Okay. Dat je zo gezegd zegt, even iets zoet. Onlangs was er zo in een cc, lagen er zo allemaal van die marsen in Snickers en dan ben ik zo Snickers beginnen eten, wat ik nog altijd de lekkerste vind van al dat soort dingen. Ik denk Snickers of Lion. Ik hou ook van Lion. Ja, ja, fantastisch. Vind ik ook goed. Ja. Of dingen, vroeger voor de oudere mensen die nu aan het kijken zijn, de Raider, dat nu de Twix is. Ik vond Raider nog altijd een betere. Deed dat pijn toen dat veranderde naar Twix? Ik vond dat een beetje wel, ja. Ik ben het ook gewoon gestopt met dat te eten, want toen ik Raider had, dan dacht ik Raiders of the Lost Ark en ik voelde me cool en ik dacht Indiana Jones eet dat waarschijnlijk ook. En sindsdien Twix, dat klinkt zo meer als zo'n soort, weet ik veel wat, zo'n rare... Ik vind het leuk dat genoeg is voor je om te zeggen van... Ja, rare parenclub waar ik niet om meedoen. Ik was er geen fan van. Minder Indiana Jones. Okay, ja, inderdaad. Dat snap ik. Maar als je dan zo dan die Snickers fret voor een optreden, sta je dan hyperder of...? Ja, nee, maar ik voel wel... Dat zie je veel harder bij kinderen. Hè. Als je kinderen zo vol snoep stikt, dan worden die zo... Dan komt die zo in overdrive. En ik heb dat minder, maar je voelt dat wel. Dat geeft wel energie. Ja. Er zijn ook momenten dat ik echt voel als ik zo... Je hebt soms van die dagen dat je zo, ik weet niet wat allemaal aan het doen bent, zoals dit. Hè. En je komt dan ergens en je hebt ineens door... Het is 3 uur in de namiddag en ik heb nog niks gegeten. Gebeurt mij weinig, maar als het gebeurt... Als je dan de snelle sugar rush wilt, dan helpt dat altijd wel. Dat is een andere zoete koek erin te rammen en dan kun je wel weer even verder. Ja. Maar is dit een vaste stop in uw supermarktbezoek? Meestal wel. En zeker, we hebben vaak volk op bezoek. Mm. Zondag is zo'n soort familie, vriendendag, dat wij met een hoop bijeen zijn. Ja. En dan moeten altijd dingen op de tafel zitten. Ja. En dan heb ik altijd 2 vaste rayons. Je hebt zo de chipsrayon. Ja. En je dit. Ja. En chips is altijd voor het eten en na het eten komt er natuurlijk een hoop zoete crap. Topzondag klinkt gecombineerd met koffie, wat ook altijd een topplan is. Als je dat drinkt, laat s'avonds voordat je moet gaan slapen. Ja. Nog wat koeken erbij, zodat je wat suikerinjectie krijgt. In je bed. Kijk Alex, ik ben in spanning. Wat koekje ga ik kiezen? Ik ga nog een klein weetje geven en dan gaan we erin vliegen. Oké. Het is een koek dat ik nog niet kende. Dus oude wijvenkoek. Is een koek met lichte anijs smaak. Het lijkt op een ontbijtkoek en wordt meestal bij de koffie gegeten. Oude wijvenkoek. Oude wijvenkoek. Dat nog kan tegenwoordig, zo'n koek... Dat zo'n naam nog mag krijgen, dat is tof. Dat er nog geen kolom is gekomen. Zo achterlijke dwergenkoek. Ja, het heet gewoon zo. We kunnen er niks aan doen. Het is toch zo bekend in de volksmond. Ja. Wat gaan we nu vragen? Maar je raakt wel nu een pers natuurlijk voor je achterlijke dwergenkoek. Ja, natuurlijk. Om de dwergreclame kosten maken. Dat zou nog wel grappig zijn, dat de William de reclame doet. Dat kan iemand iets zeggen natuurlijk. Die kan alleen zeggen, maar dat is toch een goede naam. Er is toch niks mis mee. Oude wijvenkoek, blijkbaar. Dus... Iets met anijssmaak. Het is ook niet... Ja. Ja. Als ik hoe dan oud wijf zou proeven, dan denk ik ook anijs. Ik probeer daar niet aan te denken eigenlijk, maar dat is keigoed. Een beetje van die oude muscusachtige, rare... Ja. Zo lavendel ook, iets met lavendel. Dat is ook altijd zoiets, dat is zo'n oude wijvengeur. Ja, dat gevoel als je binnenkomt, hier is iemand. Oké, maar kijk, we gaan naar de koek die je gekozen hebt. Ik ben in spanning, smijt hem. De koek die ik gekozen heb, ik had er verschillende doorgestuurd, maar degene die dat hier aanwezig is en dus degene dat het ook gaat worden, is de zebrakoek. Zebrakoek, ik ben heel blij dat je die gekozen hebt. Er zijn 2 opties. We hebben de original en we hebben de chocolat. Wel, de original is cool, omdat dat met witte chocola van boven is. En dat heeft zo... Maar dat heeft geen vulling. Nee. En dat vind ik niet leuk. Dus daarom... ik hou eigenlijk veel meer van de chocolade zebrakoek. Met de vulling van binnen. Ik denk dat dat een soort abrikozen
confituur of zo is, maar daar ben ik altijd... ik ben fan van vulling in koeken. Ja? Ja. Ik begrijp je volledig. Ja, gelijk, ik hou ook van die chocolate chip cookies, ja. Maar ze hebben er zo van die gevulde met chocolade ook nog. Dat is zot, ja. Die dat is al gepasseerd hier. Een beetje te veel van het goede, maar toch is dat weer geweldig. Hè? Ik ga je dat geven. Dank u wel. Dank u. Ik ben heel blij dat je het gekozen hebt. Ik vind het... Ja, ben jij een fan? Grote fan, ja. Lekker keekje, zacht. Ja, ik hou daar ook wel van. Ook voor de vulling. Ja. Een streling voor het oog mag ik ook wel zeggen. Hè? Ja, dat is ook wel waar. Dat ziet er keigoed uit. Ja. Dat is ook altijd een klein... Ik weet, als ik die kreeg toen ik klein was, die waren er niet altijd. Nee. Dat was zo het coole eraan, dat als dat mijn verjaardag was of dat was een feestje, dan kwamen er zo van die dingen op tafel en dat voelde ook als zo... Speciaal. Zo, je zou er bijna een kaars op kunnen zetten en het zou zo niet misstaan als verjaardagstaart. Het zou een beetje triestig zijn ook wel. Een beetje triestig ook wel. Ik had wel een heel trieste jeugd, maar nee, dat viel keigoed mee eigenlijk. Zo, ik ga diep genoeg gaan dat ik de vulling ook heb. School, ik kan gaan, hè. Ja. 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 Zo vulling. Dat is op een doel. Dan is hij nogal droog. Ja, dat geeft een beetje frisheid. Dat is een beetje zo'n droge, plakkerige koek aan. Ja, dat heeft ook een klein beetje dat... Hoe heette die? Die Pim's koeken zo. Ja, dat heet dat ook, hè. Ja. Met maar zo'n dingetje. Ik herken mezelf. Het is eigenlijk een grote Pim-koek eigenlijk, hè. Mm-hmm. Ja. Ja. Fantastisch. Wat ik ook heel tof vond, dat was een die je klaarblijkelijk heel moeilijk kunt krijgen. Mm-hmm. Dat is een koek dat ik wel een mention wil geven. Zeker, zeker. Laat u gaan. Want ik moet ook zeggen dat sinds dat jij bij ons gezeten hebt, wij krijgen dus van over heel de wereld koeken toegestuurd. Letterlijk. We hebben een gast uit Australië gehad, een Belg dat daar woont, die luistert naar de podcast en die heeft een pak gestuurd met dit zijn de populairste koeken in Australië. En dan denk je zo, wauw. En waren ze goed? Ja, er waren er echt keigoeie bij. Zo, niks kende ik ervan. Ja. Maar ik dacht, oh, dat is wel heel tof. Maar er is er zo één. En je heette, wacht hè, ik had hem doorgestuurd naar u. Heette hem dan weer al Disco? Ja, Disco iets, ik weet niet meer. Ja. Ja, in een Aldi konden die vinden. Ja, dat zijn, die zijn twee keer per jaar kunnen die maar vinden in een Aldi. Dat is zo'n soort actie dat die doen. En dat schijnt inderdaad ook met in... Smartie-achtig iets ja, op. Ja, en in Frankrijk is dat een Auchan of zo, een Disco Biscuit. Ja, Disco Biscuit. En dat is een eervolle vermelding voor de mensen dat die van tijd tot tijd vinden, want dat is zo'n soort koek. Die eruit ziet alsof dat niemand dat je ging maken kon beslissen wat dat na ging worden. Ja. Je kunt al voorstellen dat hij rond de tafel zat. Wat ik wel lekker vind, is dat koekje zo van onder op de mellow cake. Ja. Ja. Zo, oh ja, dat is wel goed. Ja, ik ben eigenlijk een Nutella fan. Laten we dat erna opkappen. Weet je, ik ben meer voor Smarties en M&M's. Weet je, wat we gooien dat er ook op. En je krijgt echt zo'n koek waar je van denkt dat zo'n soort Frankenstein's monster van de koeken. En er zit ook nog karamel in, dus het heeft ook nog dat... nog karamel Twix, ook? Twix ook nog. Jezus. Dus het is eigenlijk een mengeling van de meest uiteenlopende roemel dat je kunt voorstellen. Ja. En ik kan nu zeggen, dat is ook heel goed. Maar deze... Ja, volgens mij als ik in Frankrijk ben, ga ervoor. Maar nogmaals, ook grote pannen. Alex, mag ik u enorm bedanken om hier aanwezig te zijn in de standaard koekhandel. Zeer graag gedaan. Ik denk dat wij nog 700 andere koeken gaan proberen. Ik heb nog 5 minuten. Voilà, we gaan door nu. Dat komt niet helemaal goed. Dit is onze dag. Anders, weet je wat we doen? We beginnen gewoon vanaf waar dat de koekenrayon begint. Op, eerst de dieetkoeken, misschien moeten we dat overslaan. Dat slagen we over. Ja. Nonsens, hè. Een dieetkoek. Wat voor een idee. Dat is toch al een contradictio in terminis dat je dat in dezelfde... hetzelfde woord, een dieetkoek. Ik ben ook enquêtes aan het opstellen dat we dat kunnen ik vind dat we dat verbannen moeten aan andere dat moet gewoon gedaan zijn. Ja. Zo, hé, al dat gezaag met dat klimaat tot daarom toe, dat kan ik nog aan, maar fucking dieetkoeken. Als de politiek luistert. Inderdaad. Als jullie luisteren, politiek, doe daar wat aan. Andere region graag. Inderdaad. Alex, merci. Het is zeer graag gedaan. Tot de volgende standaardkoekhandel. Bye bye. Voilà, staat erop. Fantastisch. Kijk eens aan. Ziezo, dat was het voor het derde seizoen van Standaard Koekhandel. Enorm bedankt om te kijken. Ook bedankt aan alle gasten die hier zijn geweest. En ook bedankt aan de winkel dat ik hier mag komen filmen. Ik wens jullie allemaal een prettige toekomst toe en tot de volgende keer. En onthoud, koeken zijn lekker om op te eten. Smakelijk. Santé. Oh, wat hard. School? Drink je eerst melk? Of? Nee. Sorry. School? School. Smakelijk, we gaan hier... Stelt nooit er weer. Nee, dat is... Lekker. Even erin, meteen eruit. Een goede 2 centimeter dat je erin gaat. Gigantische Oreo-koek. Met een stekker. Ja. Wauw. Ik vind het niet lekker. Amai, dat gaat binnenkomen. Dat is een school, echt. Ja, van oké.
Ja, school, ik kan gaan, hè. Ja. In mijn hoofd was beter.